open armen theologie van Jezus is het evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde. De wettische fariseeën keurden af dat Jezus zich met zondaars inliet. Met hen at, alsof ze familie van hem waren, terwijl ze zich nog niet bekeerd hadden. Ze vonden het onbegrijpelijk en ze spraken er schande van. Hoe reageerde Jezus op hun beschuldigingen? Hij verdedigde zich niet, maar vertelde hen het verhaal van de jongste en de oudste zoon. Jezus liet hen zien dat hij precies dat doet wat zijn vader zou doen. De jongste zoon heeft het huis van de vader verlaten en heeft in een ver land het erfdeel van zijn vader er doorheen gejaagd. In het land van de leegte is hij zichzelf kwijtgeraakt. En wie zichzelf verliest, heeft alles verloren. Daarom wordt hij ook wel de verloren zoon genoemd. Er breekt hongersnood uit. De verloren zoon heeft niets meer om te eten. En op dat moment komt hij tot zichzelf. In Arabische Bijbelvertalingen lees je deze woorden als: hij dacht aan zichzelf. Professor Bailey en Tim Keller leggen uit dat de jongste zoon een plan bedacht heeft om zichzelf uit zijn ellende te redden. Hij had zich dus op dat moment nog niet bekeerd. Waaruit kun je dat opmaken? Jezus legt de woorden van de Egyptische farao in de mond van de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. De fariseeën hebben deze woorden vast herkend. Farao wilde het onderdrukte volk van God niet laten gaan. En toen zond God sprinkhanen naar Egypte die alles kaal vraten, waardoor er hongersnood dreigde. Farao liet Mozes en Aaron bij zich komen en sprak dezelfde woorden als de jongste zoon. Ik heb gezondigd tegen de Heer, uw God, en tegen u. De fariseeën wisten dat Farao dit niet echt meende. En de jongste zoon dus ook niet. In Exodus 10, vers 16 staat dat Farao alleen maar wilde dat er een einde aan de plaag en de dreigende hongersnood zou komen. Zie je, de jongste zoon had zich niet bekeerd, maar had een plan bedacht om zichzelf te redden. Hij moest zijn vader ervan overtuigen hem in dienst te nemen. En hij nam zich voor om de voeten van zijn vader te kussen en de ingestudeerde woorden uit te spreken. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Met andere woorden, ik zal alles terugverdienen wat ik ben kwijtgeraakt. Maar als de vader zijn eigenzinnige zoon op blote voeten en in voddig gekleed stinkend naar de varkens ziet terugkeren, rent hij naar hem toe om hem te omhelzen. Hij ontvangt zijn verloren zoon met open armen, zonder enige terechtwijzing of een lijstje met sancties. Hij vraagt hem niet wat hij met het geld gedaan heeft of waarom hij zijn familie beschaamd heeft. Hij wacht niet op een schuldbekentenis, maar hij omarmt zijn zoon en kust hem veelvuldig. Dit raakt het hart van de jongen. In de armen van zijn vader leert hij onvoorwaardelijke liefde kennen. Genade overmeestert hem. En daar, in de armen van zijn vader, dringt de waarheid tot hem door. Hij is ontroerd door wat er gebeurt en kan alleen het eerste deel van zijn toespraak over zijn lippen krijgen. Maar nu meent hij het echt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. De onvoorwaardelijke liefde van zijn vader heeft hem van gedachten doen veranderen. In de liefdevolle armen van zijn vader geeft hij het plan om zichzelf te redden op. Hij weet nu dat hij de liefde van zijn vader niet kan verdienen. Maak mij als een van uw dagloners, laat hij achterwege. Nu de jongste zoon het plan om zijn vader terug te betalen heeft opgegeven, weet de vader dat zijn liefde is aanvaard. In de armen van Gods onvoorwaardelijke liefde leren we zijn genade kennen en worden onze ogen geopend voor de waarheid. Ondanks onze zonde zegt God ja tegen ons voordat wij ja zeggen tegen hem. Bekering begint daar waar Gods onvoorwaardelijke liefde tastbaar en voelbaar wordt. Johannes schrijft in zijn eerste brief: wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad.